Dank je wel. En mijn compliment. Het is zo verschrikkelijk mooi geworden. Er gebeurt iets magisch als een muze samen met een kunstenaar op de set staat. Je weet waar je begint, maar je weet nooit waar je eindigt. En zo was het ook in 2009 toen ik samen mocht werken met Marc Lagrange. De sieraden van Roderico de Zoo die lagen al de hele dag op een tafel klaar. En we realiseerden ons allemaal dat daar geen kleding bij nodig was. Dus zo stond ik daar uiteindelijk in al mijn naaktheid. En achter mij was een hele hoge trap. En daar stond het hele team van de dag, inclusief met Marc en zijn camera. En voor mij was helemaal niets. Alleen maar een hele mooie oude stijlkamer. En ik voelde me als in een droom. En ik had het gevoel dat ik die kamer instapte en dat ik me helemaal kon overgeven. En die laatste foto, dat is de foto, Millionaire Woman, van de serie Diamond and Pearls die we die dag maakten. En ik heb heel erg lang stiekem mee mogen genieten van het succes van Marc. Want als ik ergens op de wereld was, dan zag ik die foto weer ergens hangen. Of in een boek kwam ik het tegen. En dan dacht ik altijd van ja, dit is ons creatieve kindje, maar niemand weet dat ik dat ben. Marc die bleek de beste regisseur. Hij maakte een stage, een set, iets waar je op kon spelen en waar je mooi, sterk en krachtig voelde en waar je helemaal kon laten gaan. Je wist waar je begon, maar je wist dus nooit waar je eindigde. En dat is de kracht van een fotograaf. Samen magie maken, schoonheid en dromen het centrum van je universum maken. Maar de specifieke kracht van Marc Lagrange is dat hij de vrouw, de protagonist van zijn verhaal maakte. De protagonist die speelt de hoofdrol. Zij maakt de belangrijke beslissingen. Zij ervaart en ondergaat de consequenties van haar daden. De oorsprong van de muze, die komt natuurlijk vandaan bij de dochters van Zeus. 9 mooie dochters. En zij staan voor de godinnen van kunst en wetenschap. En ze stellen inspiratie voor. Gala was dat voor Salvador Dalí, Marie-Thérèse Walker was dat voor Picasso en Sarah was dat voor Bob Dylan. En mijn lieve vriendin Dorrit Maus, zij was dat voor Marc Lagrange bij deze prachtige serie Chocolate. Dorrit.